Nou is de aanleiding voor dit gesprek dat er een erotica-beurs is geweest in België trouwens. Waar een trio als hoofdprijs werd gegeven. Ja. En dacht ik van, nou, maar dat is toch... Ik weet niet of... Ja, dat was in Vlaanderen dit. Dat nogal wat stof opwaaien natuurlijk. Want je kon een trio winnen. En het ergste was, het ging eigenlijk over een vrouw extra die je kon winnen. Dus er waren een heleboel vrouwen die dan ook zeiden van... Ja, maar ik wil een extra man erbij. En hoe dan? Dus ja, daar was nogal wat over te doen. Maar langs de andere kant is dat een supergoed idee geweest. Als je dan toch een erotica-beurs bent, ja, dan ga je in op de fantasie nummer 1 van de mannen dan vooral. Bij vrouwen zit het ook altijd in de top 3. 90% van de mannen zegt... ik heb er wel eens over gefantaseerd, over een triootje. En waarom boeit een trio ons zo? Ons mensen. Niet ons specifiek aan tafel, maar gewoon in zijn algemeenheid. Ja, kijk, in fantasie moet je natuurlijk... Hè, want een fantasie is iets heel anders dan een wensdroom. Maar in fantasie blijft ons dat boeien. Eén, puur biologisch willen wij allemaal... Zijn we nieuwsgierig naar potentiële partners? En dan mannen met name, die willen zaadjes rondstrooien. Dus die dromen van vrouwen, een extra vrouw erbij. Dan kan je extra zaadjes rondstrooien. Dat is puur biologisch dan. Ja, evolutionair, ja. Maar dat kom ik straks. En vrouwen, die willen het sterkste zaad. Dat zit onbewust nog in ons achterhoofd. Die zeggen, ik wil eigenlijk het sterkste zaad. Als dan verschillende mannen het met mij doen. In dit geval dan 2 bij een triootje. En dan hebben zij de kracht om het beste zaad eruit te halen. Dus of, althans, ons lichaam doet dat. Maar psychologisch gezien is het natuurlijk, ja... Je zit in een relatie, laat ons dan daarvan uitgaan, want je hebt verschillende vormen van trio's. Maar als je in een relatie zit en je wil daar een trio bij, dan ben je toch nog een extra persoon bij. Dan ben je nog een beetje intiem en toch ben je vreemd aan het gaan, zie je? Zonder dat je echt vreemd gaat. En dat is... Dan komt het gedonder. Ja, maar dat is ook al voor een stuk het gevaar, maar dat is ook de aantrekkingskracht. Je kan iets spannend doen, je kan het vreemd gaan, zonder dat daar... gedonder moet van komen. Maar nou hebben we een fragment waarbij een relatie aanwezig is en een derde persoon bijkomt. Dat kennen we allemaal, Sex in the City, daar gebeurt dat. Laten we even kijken naar wat er in dat fragment gebeurt als je met je man een derde erbij pakt. That night at the birthday three-way, Samantha made sure it happened her way. Just so we're clear, tonight is just about sex, not love. So, there will be no kissing on the mouth. Richard's lips are off limits to anyone but me. What if he kisses me? Who's up for champagne? I'm up for anything. Mm. Oh. More than enough for me to go around. You tell her, Daddy. The one thing Richard didn't want for his birthday was to feel older. Get rid of her. I don't want it. Ooh. There you go. Maar dat is eigenlijk de angst, hè? De angst is natuurlijk dat je op een gegeven moment erbij hangt. Dat je nadenkt van, wat doe ik hier nog? En dat is één van de problemen. Dat is ook één van de redenen waarom ik zeg, ja, daar wil ik wel eens over praten. Want heel veel mensen fantaseren daarover. Wat ik zei, 90% fantaseert erover. Maar het doen, ja, de laatste cijfers zeggen dat 20% van de mensen het ook doet, wat vrij veel is. Ja. Maar toch moet je heel erg uitkijken voor je. Een fantasie is daarom geen wensdroom. Is niet hetzelfde als, ik wil dat ook echt doen. Dus daar hangen een heleboel gevaren aan vast. Voor je relatie, voor je gekwetstheid. Hè, wat Samantha hiervoor heeft van, god, die moet ik hier uit het bed duwen. Gewoon, ja, daar zitten zoveel risico's aan. Jaloezie gaat sowieso opduiken. De realiteit is ook heel anders. Je fantaseert en je doet je ogen toe en je ziet een hele mooie trio. Maar in de realiteit is daar een hele hoop armen en benen en borsten en openingen. En de realiteit is nooit zo mooi.